Ja, sinds 2017 wordt jij zwaar beveiligd. Niet voor niks, ook nu is er beveiliging aanwezig. Je staat al jaren op de doodlijst van Tachi. Hoe is jouw leven sinds 2017 veranderd? Nou ja, dat is ik zou bijna willen zeggen, heb je even, want dat is nu op heel veel gebieden is dat veranderd. Ja, je grootste? Of ja, nou, het, wat eigenlijk het minste veranderd is, gelukkig, is dat ik mijn werk kan blijven doen. En dat er heel veel mensen daar een soort van uitdaging in zien om mij dat werk ook te laten doen. En dat bedoel ik met name de mensen van de beveiliging. Die natuurlijk in 2017 ook werden opgezadeld met iemand. Ja, normaal gesproken bewaken ze leden van het Koninklijk Huis of politici of diplomaten. En nu kwam er opeens een journalist in de beveiliging. Paul Vugts, een collega van het Parool, zat ook al in die periode in de beveiliging. Dus zij moesten een hele andere manier van werken ook gaan bedenken om mij mijn werk te kunnen laten doen. Maar wat zijn de grootste dingen van jou die zijn veranderd? Nou, wat in die periode gold, is dat ik natuurlijk moeilijker kon afspreken met tipgevers, met informanten, op een manier dat zij zich daar ook prettig bij voelden. Dus daar hebben we goed over moeten nadenken. Maar privé veranderde het natuurlijk ook heel veel. Ja, maar je zegt, want belemmert die beveiliging nou jouw werk als verslaggever? Ja, natuurlijk, in zekere zin wel, maar eigenlijk minimaal of veel minder dan ik verwachtte van tevoren. Ik heb altijd gezegd, want die vraag kreeg ik ook daarvoor wel eens, van goh, je doet best gevaarlijk werk, kan jij wel zonder beveiliging? Ja. Dan zei ik altijd, ja, dat moet ook wel, want zonder beveiliging, of met beveiliging kan ik mijn werk niet meer doen. Want bijvoorbeeld kan je geen gesprekken meer hebben je moet eigenlijk in principe heel flexibel kunnen zijn. Beveiliging is er dus niet altijd bij? Ja. Altijd. Nou, gesprekken met informanten zoeken we altijd wel een weg dat het en veilig kan, maar ook dat iemand die zeg maar, mij als journalist van informatie wil voorzien, ook niet het gevoel heeft dat de politie meeluistert. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Dus daar vinden we altijd wel een oplossing dus voor. Dus belemmert het wel, maar niet zo erg dat je het niet meer kan doen. Precies. Maar. Ja. Precies. En dan wat net even over je gezin. Je zegt dat je niet bang bent, maar je hebt wel constant beveiliging nodig. En de bedreiging is inmiddels zo groot dat die beveiliging niet alleen maar tijdens je werk is, maar nu ook verweven is met op je privé. 24/7. Ja, je bent nooit alleen. Dus hoe groot is dan die impact door die strenge beveiliging op je gezin? Op iedereen met wie ik te maken heb. Niet alleen mijn gezin, maar ook vrienden, familie en dergelijke. Dat is een enorme impact. En dat is ook echt een offer, want zo zie ik het echt. Ja. Want ik heb een prachtige job. Met nog steeds vind ik met heel veel impact ook. Maar ook met afwisseling. Ontmoet interessante mensen. Je kan soms het verschil maken in bepaalde situaties. Dus dat laat ik me niet afpakken, maar het is wel een offer. Je ziet je werk als echt een offer? Het werk zie ik niet als een offer. Ik zie het hele pakket van beveiliging. Dat zie ik als een offer, ja. Alles wat daarmee samenhangt. Ja. Ja. En daarnaast kun je dan nog wel leuke dingen doen met je familie, bijvoorbeeld naar restaurants? Ja, of zit dan ook beveiliging er altijd bij? Ja, er zit altijd beveiliging bij, maar natuurlijk proberen we. En het vergt wat meer. Kijk, jullie kunnen vanavond, of als dit interview is afgelopen, zeggen van, nou, hey, waar zullen we eens naartoe gaan? We gaan in die kroeg en we gaan ons lekker volgooien. Nou ja, die spontaniteit uit mijn leven dus is verdwenen. Je kan dus nog wel alles doen, maar niet spontaan. Niet spontaan meer, dus georganiseerd. Alles vraagt voorbereiding. En is dat het waard uiteindelijk? Het is het wel waard, omdat je daardoor gewoon veilig je werk kan blijven doen. Als je met een paar kogelgaten in je hoofd in de goot ligt, dan is het natuurlijk niet waard. Ik denk niet dat de nabestaanden, de familie van Peter, zegt van, nou, dat was het toch allemaal waard. Nee, snap ik maar ook. Nee, maar ik vind wel het werk wat ik doe. En dan, ja, dat offer, wat ik offer, het klinkt dan een beetje zwaar, maar zo zie ik het dan. Dat hoort er dan maar als bij. Je dit vond... Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet te liken en abonneren. Vond je het niet leuk? Doe het dan ook. En voor de hele video, kijk in de beschrijving.